Je komt thuis na een concert, je ploft neer in je bed en daar is dat geluid. 1 op de 6 mensen heeft oorsuizen. Dat klinkt soms als een piep, maar het kan evengoed andere vormen aannemen. Sissend, ruisend, zuizend, pompend. In 1 oor, in het andere, in allebei. Stil, luid, hoog, laag, zachtjes op de achtergrond of irritant en aandachtvragend. Het is om gek van te worden, want hoe kun je je nog concentreren als je voortdurend dat geluid in je hoofd hoort? Laat staan dat je nog kunt slapen. Wat kun je doen tegen tinnitus? Op die vraag zoek ik vandaag een antwoord. Je luistert naar Vraag het aan, de podcast van EOS Wetenschap. Ik ben Lisbeth Gijssel en bij mij hier in de Universiteit Antwerpen zit Emily Cardon. Zij onderzoekt tinnitus. Dag Emily. Hallo, dag Lisbeth. Jij bent muzikant, las ik. Heb je soms zelf last van tinnitus of er ooit last van gehad? Dat is een vraag die ik af en toe wel eens krijg. Ja, nee, ik heb zelf geen last van tinnitus. Heel af en toe heb ik vroeger wel eens, nadat ik naar een concert ben gegaan, de klassieke pieptoon s'avonds in mijn bed gehoord. Maar dat is altijd overgegaan, gelukkig, de dag nadien. Ik ben er eigenlijk in het tinnitusonderzoek meer ingerold vanuit een interesse in hoe onze hersenen geluid verwerken. In eerste instantie ging dat natuurlijk vaak over muziek, omdat ik het toch zelf ook wel bijzonder vond hoe dat je op muziek reageert. Wat voor associaties dat muziek bijvoorbeeld kan opwekken. En dan gaandeweg is dat meer gegaan naar alles wat met het verwerken van geluid door de hersenen te maken heeft. Mm-hmm. En welk instrument speel je? Ik heb heel lang piano gespeeld. Ik speel nog een klein beetje piano af en toe. En dan ook een tijdje viool. Maar ik beschouw mezelf nog altijd meer als een pianiste. En dat oorsuizen, wat is dat nu eigenlijk? Ja, dat is het waarnemen van een geluid zonder dat dat aanwezig is in de omgeving. We noemen het inderdaad in het Nederlands vaak oorsuizen. Maar zelf als onderzoekers gebruiken we eigenlijk liever de term tinnitus, omdat het niet per se over een suizen hoeft te gaan. Het kunnen allerlei soorten geluiden zijn. Een geruis, een pieptoon is hetgeen waar mensen klassiek aan denken als het over tinnitus gaat. Maar dus elke vorm van geluid die je zelf hoort, maar die niet in je omgeving aanwezig is, dat is tinnitus. En hoe klinkt dat dan als het geen piep is? Dat kan van alles zijn. Sommige mensen beschrijven het als een wekker die voortdurend afgaat. Dat is natuurlijk heel vervelend. Een drillboor of een tandartspoor zijn zaken die ik ook al wel heb gehoord. Heel vaak geven mensen ook aan dat het klinkt zoals het testbeeld van een oude televisie. Dat is iets waar het heel vaak mee vergeleken wordt. Maar het kan dus eigenlijk allerlei vormen aannemen. Ik heb het zelf ook wel eens gehad en toen klonk het meer als het ruisen van de zee ja, of zo. Ja, is ook iets wat mensen vaak aangeven. Het ruisen van de zee is misschien, hangt er vanaf voor wie, maar is misschien iets aangenamer dan een drillboor of een tandartspoor. Het kan heel erg variëren. Wat moet je dan eigenlijk doen als je nu acuut, net zoals je daarnet zei, je komt thuis van een concert en je hebt een piep in je oor. Moet je dan de volgende dag best direct naar de dokter gaan of is het best om een paar dagen te wachten? Ja, zo'n piep in je oor is eigenlijk altijd wel een waarschuwingssignaal van je oren en je hersenen, het volledige systeem dat de geluid verwerkt. Als je nu merkt dat je de ochtend nadien bijvoorbeeld nog steeds last hebt, dat is toch wel een belangrijk waarschuwingssignaal. Dus als je zelf je zorgen maakt, dan is het wel belangrijk om onmiddellijk hulp te gaan zoeken. Het hoeft trouwens ook niet na een avond uitgaan zijn of na een concert. Hè. Bij sommige mensen heeft het bijvoorbeeld te maken met een infectie, waardoor er plots die pieptoon optreedt. Dus in elke situatie waarin je jezelf zorgen maakt over dat geluid dat er plots is, is het wel belangrijk om snel hulp te gaan zoeken. Zeker omdat we weten, bijvoorbeeld bij ontstekingen, dat hoe sneller we erbij zijn, hoe sneller we iets kunnen doen, hoe groter de kans op herstel is. Dus dat is toch wel belangrijk om in het achterhoofd te houden. Dus als je bijvoorbeeld pakweg 1 of 2 weken wacht, omdat je denkt, misschien gaat het vanzelf over, dat is eigenlijk niet zo'n goed idee dan? Nee, eigenlijk is dat niet zo'n goed idee. Maar hangt er natuurlijk ook een beetje vanaf hoe je er zelf mee omgaat. Hè. Dus we zien wel bij sommige mensen dat zij merken, in het begin is die tinnitus daar en is niet zo'n probleem, maar plots merken zij, die gaat niet meer over, dan gaan ze daar misschien angstig op reageren, gaat er een paniekreactie ontstaan en dan wordt het vaak enkel erger. Om dat te vermijden, raden wij toch aan om snel actie te ondernemen. Ik schrok wel een beetje van de cijfers dat 1 op de 6 mensen tinnitus heeft.
Hebben die daar dan ook allemaal last van? Dat is inderdaad een heel aantal, maar dat is zeker niet zo dat iedereen daar last van heeft. We zien dat dat ontzettend kan variëren. Heel veel mensen ondervinden wel zo'n tinnitus. Het zij af en toe, het zij de hele tijd, maar dan is dat eerder op de achtergrond en ze kunnen daar eigenlijk goed mee om. Maar er zijn ook andere mensen voor wie dat, dat echt een impact heeft op het dagelijkse leven. En als we daarnaar kijken, dan zien we dat dat toch ook op over ongeveer 1% van de totale volwassen bevolking gaat. Dat is nog altijd een groot aantal. Maar dan gaat het natuurlijk niet over die volledige groep van 1 op 6. Ja, en die 1 op 6, dat komt dan waarschijnlijk uit enquêtes bij de algemene bevolking? Ja, klopt. Heel grote prevalentiestudies, zowel in Europa als in Amerika, Verenigde Staten van Amerika, is dat een aantal keer uitgevoerd. En we zien dat dat doorheen de tijd ook wel vrij stabiel blijft, dat aantal. Ah ja, dus het idee dat we vandaag de muziek veel te luid zetten en dat we constant de koptelefoon op hebben, is een beetje een mythe dan, dat slecht is voor de oren? Een beetje een dubbel verhaal. Het is uiteraard slecht voor de oren, daar zal ik je niet over tegenspreken. Maar het is aan de andere kant ook zo dat er bijvoorbeeld vroeger veel meer beroepsgebonden lawaaischade was. En mensen die in zeer luide omgevingen moesten werken en die dan niet altijd voldoende of de juiste gehoorbescherming droegen, daar is nu wel veel meer aandacht voor. Dus we zien dat op zich als oorzaak van die tinnitus of van gehoorschade, dat ook wel weer minder wordt. En hoe komt het dat sommige mensen wel tinnitus hebben, maar zich geen patiënt voelen of daar geen last van hebben, en andere mensen juist wel? Ja, dat is een vraag die wij ook proberen te beantwoorden natuurlijk, hè, want het is, we zien daar zo'n enorme variatie in. En wij denken dat het eigenlijk heel veel te maken heeft met de reactie van de hersenen op die tinnitus. Dus heel vaak is het effectief zo dat die tinnitus ontstaat in eerste instantie door bijvoorbeeld geluidsschade, lawaaitrauma, of net door het gewoon geleidelijk achteruitgaan van het gehoor als je ouder wordt, want dat is eigenlijk ook een heel veel voorkomende oorzaak. Maar we zien dat bij sommige mensen geen probleem is. Sommige mensen hebben ook bijvoorbeeld gehoorschade, maar geen tinnitus. Terwijl er andere mensen dan eigenlijk, ja, zelfs bij heel beperkte gehoorschade, toch heel veel last hebben van die tinnitus. Dus we zien dat eigenlijk als reactie op die gehoorschade, dat er een aantal gebieden in de hersenen eigenlijk, ja, net sterker gaan reageren op de weinige prikkels die ze nog binnenkrijgen. En in sommige gevallen ook, ja, spontaan actief gaan worden. Dus zelfs zonder dat er enige input is. En dan gaat het natuurlijk over die tinnitus. Dus dat is echt een soort van fantoomgeluid eigenlijk. Iets dat in onze hersenen wordt gecreëerd. Maar daar blijft het niet bij en dan komt het echte probleem. We zien dat ook andere hersenregio's zich daarmee gaan moeien eigenlijk. Dus bijvoorbeeld hersenregio's die heel belangrijk zijn voor het verwerken van emoties, het regelen van onze aandacht, dat die eigenlijk mee in een soort van cyclus betrokken gaan geraken. Dat die ook bijvoorbeeld te actief zullen worden. Dat er ook te veel communicatie onderling is tussen die centra die met gehoor te maken hebben en die emotie- of die stresscentra van onze hersenen. Waardoor dat er dus bij sommige mensen zo'n hevige reactie ontstaat. Dat er misschien soms paniek ontstaat bijvoorbeeld. Of dat er net sprake is van, ja, depressieve gevoelens. En we denken dat dus heel hard varieert. Hè. Dus de manier waarop de hersenen er precies op reageren, dat echt heel sterk kan verschillen van persoon tot persoon. Zie ik het dan goed dat het misschien soms versterkend kan zijn doordat die hersenen daar zo op reageren, bijvoorbeeld met die aandachtscentrum? Hoe meer aandacht je besteedt aan het fantoomgeluid, hoe erger het wordt, hoe meer stress je ervan krijgt, hoe meer stress je hebt, hoe meer je het geluid misschien gaat horen. Dat kan zeker zo werken. Dan zit je echt in een soort van vicieuze cirkel waarbij eigenlijk het ene hersencentrum steeds maar weer het andere aanstuurt en zo blijft dat dan eigenlijk verder gaan. Onze hersenen zijn plastisch, hè. Zij kunnen zich aanpassen aan de context. Maar natuurlijk, als je die bepaalde connecties legt, dan gaan je hersenen eigenlijk leren, bijvoorbeeld, als ze daar steeds meer aandacht aan besteden. Oh, dat is een belangrijk geluid. We moeten dat blijven in de aandacht houden. We moeten dat blijven, ja, belangrijk vinden. En op die manier, ja, ga je die connecties nog extra versterken en gaat die tinnitus dus echt op de voorgrond treden. Is er eigenlijk ook een verband tussen COVID en oorsuizen? Ja, daar is inderdaad wel wat onderzoek naar gebeurd. Ten tijde van de COVID-pandemie zijn er heel wat publicaties verschenen over COVID. En sommige mensen hebben daarbij ook gekeken naar de link tussen COVID en tinnitus. Het is niet zo dat we daar over het algemeen, dat we daar echt een oorzakelijk verband tussen beiden zien. Op dat vlak is er misschien ook nog niet voldoende onderzoek uitgevoerd. Wat we wel zien is dat de pandemie op zich wel een bepaald effect heeft gehad op de tinnitus.
bijvoorbeeld op vlak van stressreacties in tijden van toegenomen stress, dat mensen dan ook meer last kregen van hun tinnitus. Of dat er misschien een tinnitus aanwezig was die voordien eigenlijk niet zo'n probleem was en dat dat dan plots toch problematisch is geworden. Dus het kan zijn dat je enkel tinnitus hebt of lijkt te hebben als je stress hebt. Opnieuw, dat is voor iedereen heel verschillend. Er zijn eigenlijk twee zaken die spelen. Ten eerste is er die tinnitus en ten tweede is er een waarnemingsdrempel. En soms is er wel tinnitus, maar ligt die waarnemingsdrempel eigenlijk gewoon hoger, waardoor je die tinnitus niet opmerkt of niet altijd opmerkt. Sommige zaken zullen ervoor zorgen dat die tinnitus zelf luider wordt, waardoor dat die drempel gaat overschrijden. Maar andere zaken zorgen er gewoon voor dat die drempel naar beneden gaat, waardoor je gevoeliger wordt voor dat soort zaken. En dat is dan typisch in stresssituaties. Dat geven heel veel mensen met tinnitus aan. Dat zij echt wel ondervinden dat in periodes waarin zij meer stress hebben, dat die tinnitus ook weer veel luider gaat klinken. Maar dan nadien, en dat is ook wel het goede nieuws, als de stress afneemt, dat de tinnitus ook weer afneemt. Je sprak eerder wel al over infecties als mogelijke oorzaak van tinnitus, maar dan gaat het niet over ziektes als COVID. Voor zover ik weet is daar geen oorzakelijk verband aangetoond. Dan gaat het inderdaad over specifiek infecties in het binnenoor die ervoor zorgen dat er dan schade is aan de zintuigcellen van ons oor, wat dan op zijn beurt voor die tinnitus kan gaan zorgen. Zijn er nog andere mogelijke oorzaken van dat oorzuizen? Ja, dat is een moeilijke vraag. En we zien natuurlijk dat het gehoorverlies is wel heel vaak de initiële boosdoener. Maar langs de andere kant zien we ook wel mensen die zich bij ons in het tinnituscentrum aanmelden, bij wie we eigenlijk geen gehoorverlies zien of kunnen vaststellen. Dat wil niet zeggen dat er nooit gehoorverlies is geweest. Misschien is er ooit schade geweest, heeft zich die ondertussen hersteld, of is die niet ernstig genoeg om echt tot een effect op de gehoortesten die wij doen te leiden. Maar heeft dat ondertussen wel tot die tinnitus geleid. Nu, hoe dan ook, zijn wij er wel van overtuigd dat de initiële oorzaak eigenlijk vaak van ondergeschikt belang is, hè, bijna. Omdat we, zeker als het over gehoorschade gaat, dat kunnen we niet meer repareren. Dat zijn die zintuigcellen in onze binnenoor, die zijn heel gevoelig. Eens dat daar schade aan is toegebracht, kunnen we dat niet meer gaan herstellen. Maar ik zei het daarnet ook al, het is eigenlijk de reactie van de hersenen daarop. Wat wij denken dat de echte boosdoener is. Dus wij proberen ook in onze therapieën eigenlijk vooral op die reacties van de hersenen te gaan inwerken. Laten we dan inderdaad eens kijken naar de therapieën. Ik las dat de standaardtherapie vaak bestaat uit TRT. Kan je eens uitleggen wat dat precies inhoudt? Ja, dat is een acroniem voor Tinnitus Retraining Therapy. Dat is inderdaad een van onze standaard behandelingen die we aanbieden. Die TRT bestaat uit twee luiken. Ten eerste heb je counseling of psycho-educatie. Eigenlijk vooral met de bedoeling om opnieuw aan te leren dat die tinnitus geen bedreiging is, dat een eerder neutrale stimulus is. Op die manier die tinnitus ook wat meer naar de achtergrond te gaan brengen. En aan de andere kant, binnen TRT heb je dan geluidsverrijking. Dat kan van alles zijn. Dat kan gaan over bijvoorbeeld ruisgeneratoren of apps waarmee dat je achtergrondgeluid kan gaan aanzetten. Waardoor je opnieuw eigenlijk ervoor gaat zorgen dat die tinnitus wat minder op de voorgrond aanwezig is. En het doel van die TRT is dan uiteindelijk om een zekere gewenning te bekomen aan het tinnitusgeluid. Dus we kunnen daarmee het tinnitusgeluid op zich niet wegnemen, maar we kunnen wel, zeker met zaken zoals die TRT, kunnen we de impact die de tinnitus heeft op het dagelijkse leven, kunnen we echt wel gevoelig gaan verminderen. En als ik het goed begrijp, gaat het dan over inzicht krijgen in wat tinnitus precies is. Klopt, ja. En extra geluid aanzetten om het een beetje te overstemmen of om jezelf af te leiden van dat geluid. Ja, bijvoorbeeld opnieuw. We zitten hier met heel veel variatie. Wat er precies werkt, zal voor iedereen verschillend zijn. We zien wel dat een brede, wat we dan noemen psycho-educatie, dat wel een heel groot voordeel heeft bij zo goed als iedereen die tinnitus heeft. Ik denk dat dat ook heel herkenbaar is. Op een bepaald moment is die tinnitus daar. Ja, je maakt je daar toch wel zorgen over. Sommige mensen zijn een beetje in paniek. Waar komt dat vandaan? Het is op dat moment wel heel goed, en dat is ook aangetoond, dat dat heel nuttig is, om zoveel mogelijk informatie over die tinnitus te krijgen. Ja, je kunt wel de muren oplopen als je constant geluid hoort natuurlijk. Ja, absoluut, absoluut. En soms is er bijvoorbeeld ook de zorg van, is er toch iets medisch aan de hand? Daarom is het natuurlijk ook goed om alles eens te laten nakijken. Maar ook gewoon dat inzicht in
wat doet die tinnitus nu eigenlijk en hoe zit dat nu met die hersenactiviteit en hoe komt het nu dat als ik meer stress heb, dat die tinnitus dan ook luider is? En ook dat herkennen dat dat bij andere mensen ook zo is, dat is vaak al een heel belangrijke stap, inderdaad. En dan het tweede luik, ja, dat gaat dan over die geluidsverrijking. Ook dat is heel hard van individu tot individu afhankelijk. Sommige mensen zijn daar goed mee geholpen. Ja, ik zeg maar iets, als ze zich op een bepaalde taak heel erg moeten concentreren, ja, dat ze dan weten van, ik werk dan beter als er wat achtergrondgeluid in de ruimte aanwezig is. Andere mensen kunnen dat dan weer moeilijker verdragen, dus dat hangt er heel erg van af. Je mag er zeker niet volledig van afhankelijk worden. Het blijft wel de bedoeling dat je, ja, dat er die gewenning optreedt aan die tinnitus. Dus daarom mag je eigenlijk nooit de tinnitus voortdurend gaan overstemmen, want dan kan je je hersenen ook niet aanleren dat die tinnitus een gewone neutrale stimulus is. Dan kan je daar ook niet aan wennen. Dus je mag er niet volledig afhankelijk van zijn, maar in sommige situaties kan dat zeker een hulp zijn. Het is natuurlijk het vervelendste als het stil is, hè? Als je inderdaad aan het werken bent of zo, ja. Of als je in slaap wilt vallen. Heb je nog tips voor mensen die in hun bed liggen en niet kunnen slapen van het gepiep? Ja, dat is een heel vaak voorkomende klacht. Mensen die inderdaad aangeven van overdag gaat het allemaal wel, zolang ik me iets kan bezighouden en dan s'avonds valt ineens alles weg. En dan valt het heel erg op. Sowieso is het goed om, ja, wat we noemen slaaphygiëne toe te passen. Er zijn heel veel tips die je kunnen helpen om beter te slapen. Sommige daarvan staan ook wel los van de tinnitus. Dat gaat dan over zaken zoals, ja, niet meer te veel fysiek inspannende activiteiten doen vlak voor je gaat slapen. De slaapkamer ook enkel gebruiken om te slapen. Dat zijn zowel de klassieke tips. Dat kan voor sommige mensen al heel wat houvast bieden. Het gaat er hem eigenlijk om dat je probeert te vermijden om opnieuw in die vicieuze cirkel te vallen. We zien dat het vaak zo is dat als mensen moeilijk in slaap vallen of moeilijk kunnen doorslapen door een tinnitus, dat dan de dag nadien door de vermoeidheid de tinnitus wel zal toenemen, wat het dan weer moeilijker maakt om die slaap weer onder controle te krijgen. Dus ik zou toch, ja, als tip willen meegeven, probeer er alles aan te doen om die slaap, zeker als je weet dat dat bij jou echt een probleem is, om die slaap zo goed mogelijk onder controle te krijgen. Is het een goed idee om, ook als je in bed ligt, dan muziek op te zetten of iets anders? Dat kan soms helpen. Dat kan soms helpen bij sommige mensen, maar opnieuw is het belangrijk dat je daar niet volledig afhankelijk van wordt, zal ik zeggen. Een andere therapie die soms aangewezen kan zijn bij tinnitus lijkt cognitieve gedragstherapie, dus psychotherapie eigenlijk. Hoe werkt dat dan? Cognitieve gedragstherapie, dat is eigenlijk de behandeling waar er op dit moment het meeste evidentie voor is, voor tinnitus. Daar heb je eigenlijk ook twee luiken, een gedragsluik en een cognitief luik. Bij het gedrag gaat het erover dat je eigenlijk, ja, bepaalde gedragingen die je jezelf foutief hebt aangeleerd door de tinnitus weer gaat afleren. Dat kan opnieuw heel sterk verschillen van persoon tot persoon, maar bijvoorbeeld, we zien wel heel wat vermijdingsgedrag bij mensen die echt heel veel last hebben van tinnitus. Die zullen misschien minder snel geneigd zijn aan bepaalde sociale activiteiten te gaan ondernemen uit schrik dat hun tinnitus zal erger worden. Ja, dan ga je natuurlijk jezelf afsluiten, wat op zich weer natuurlijk heel veel negatieve effecten kan hebben. En langs de andere kant gaat het dan over dat cognitieve luik. Ja, dan gaat het er echt over om bepaalde cognitieve processen opnieuw die mensen zich eigenlijk eigen hebben gemaakt, die mensen zichzelf hebben aangeleerd, om die ook weer te gaan doorbreken en om aan te gaan tonen dat die eigenlijk foutief zijn. Een klassieker daar is bijvoorbeeld mensen die er rotsvast van overtuigd zijn dat de tinnitus alleen maar erger zal worden, om het even wat zij zullen doen. Dat is niet zo. Hè. We moeten dat eigenlijk proberen dan in een, in die setting van die cognitieve gedragstherapie te gaan doorbreken. En dan naast die twee pijlers zijn er nog een aantal andere technieken die we ook onder die noemer van cognitieve gedragstherapie kunnen plaatsen, zoals bijvoorbeeld mindfulness of meditatie. Er zijn zaken die daarbij ook wel voor sommige mensen opnieuw een belangrijke aanvullende rol kunnen spelen. En komt dat dan voornamelijk omdat de stress en de angst verminderen en daardoor misschien ook de ervaring van die tinnitus? Ja, opnieuw zijn we er daar heel hard op gericht om inderdaad, hè, zoals je zegt, de ervaring, de impact van die tinnitus naar beneden te halen. En zal het ons met die cognitieve gedragstherapie niet lukken om die tinnitus volledig weg te nemen. Maar dat is eigenlijk ook niet waar mensen naar op zoek zijn. Hè. Mensen willen gewoon dat ze weer hun normale leven kunnen hervatten. En als dat op een bepaald moment echt niet lukt, hè, als ze echt merken dat die impact zodanig groot is, dan is die cognitieve gedragstherapie wel een goede manier om dat terug onder controle te proberen krijgen.
Als het over psychotherapie gaat, las ik dat EMDR soms ook wordt toegepast. Maar dat is eigenlijk een therapie tegen trauma's. Hoe werkt het dan voor tinnitus precies? Ja, wij hebben daar inderdaad een aantal jaar geleden een grote studie rond uitgevoerd hier in Antwerpen. Dat was het doctoraatsonderzoek van mijn collega Tine Luiten. En ja, zij heeft eigenlijk die EMDR toegepast in combinatie met een vorm van TRT, zodanig dat die mensen ook wel de nodige informatie meekregen over een tinnitus en dat die psycho-educatie ook wel werd toegepast. En dan die EMDR zelf, dat staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. En daarbij gaat het eigenlijk over een aantal stimuli die worden aangeboden aan bijvoorbeeld beide ogen, heel snel afwisselend, terwijl dat die counseling eigenlijk gebeurt. Dus terwijl dat je eigenlijk in gesprek gaat met de hulpverlener. En op die manier wordt eigenlijk voortdurend door die twee ogen of die twee oren, dat kan ook uit de prikkelen, worden beide hersenhelften eigenlijk voortdurend geprikkeld. Dat zorgt daar eigenlijk voor een soort van overlading van ons werkgeheugen, wat dan weer een effect kan hebben op de connecties in onze hersenen. Dus opnieuw gaat het eigenlijk over die verbindingen tussen ons gehoorcentrum en de hersenen en de andere centra die belangrijk zijn bij die tinnitus. Het emotionele centrum, het aandachtscentrum enzovoort. Dus in die zin verschilt het opzet van die EMDR niet zoveel van andere therapieën, zoals die TRT of cognitieve gedragstherapie. Uit die studie kwamen eigenlijk wel heel positieve resultaten. We hebben dat vergeleken met een groep die ook die TRT kreeg en dan ook cognitieve gedragstherapie. Wat toch eigenlijk wel de therapie is met heel wat evidentie achter. En we zagen eigenlijk geen verschillen tussen beide groepen. Dus we zagen dat die EMDR zeker voor sommige mensen ook wel een heel goede oplossing kan zijn. Maar het gaat er dan waarschijnlijk om de verbinding in de hersenen tussen die emotionele centra, de aandachtscentra en de tinnitus te verbreken. Ja, klopt helemaal. Ja. Maar dus opnieuw, eigenlijk zijn al onze behandelingen daar wel een beetje op gericht. Hè. Ook bijvoorbeeld met die TRT proberen we dat wel wat te doorbreken. Dus dat is eigenlijk het echte onderliggende probleem. Hè. Het feit dat die hersenen dat tinnitusgeluid voortdurend gaan koppelen aan bijvoorbeeld negatieve emoties of die verhoogde aandacht of verhoogde stress, dat soort zaken. En die connecties proberen we dan effectief te verbreken, zodanig dat die tinnitus eigenlijk minder belangrijk wordt voor de hersenen en dus ook voor jou in je leven. Hersenstimulatie is een andere soort van therapie waar je dan misschien zelf iets meer in thuis bent, aangezien dat je vooral op de hersenen richt. Kan je hersenstimulatie toepassen al tegen tinnitus? Op dit moment is het hier in Antwerpen, maakt het geen deel uit van ons standaard pakket behandelingen. We hebben daar al heel wat onderzoek rond uitgevoerd. En we hebben, dat was eigenlijk het onderwerp van mijn doctoraatsonderzoek, een vrij grote klinische studie rond hersenstimulatie gedaan. Ik zal misschien eventjes uitleggen wat we daar precies hebben gedaan. En dus bij hersenstimulatie is het de bedoeling dat we de hersenen op een of andere manier van buitenaf eigenlijk gaan stimuleren. Opnieuw in de hoop om die patronen die we zien van activiteit te gaan doorbreken, te gaan verminderen. Nu, we hebben voor die grote klinische studie, we hebben een heel grondig literatuuronderzoek gedaan. We hebben een protocol opgesteld waarvan wij op basis van die literatuur dachten van dit heeft het meeste kans om succesvol te zijn. Maar aan het einde van de rit hebben we eigenlijk gezien dat er geen verschil was tussen onze actieve en onze placebo-groep. Dus we hebben in beide groepen wel gezien dat de tinnitus verminderde nadat zij bij ons waren langsgekomen. Maar statistisch gezien zat er geen verschil tussen die twee groepen. Wat natuurlijk ook wil zeggen dat we op dit moment dat specifieke protocol niet kunnen toepassen. Wat we hebben gedaan is met behulp van elektroden die we eigenlijk op de schedel van de proefpersonen plaatsen, een heel lage elektrische stroom toedienen aan de hersenen. En dat doen we dan over specifieke hersenregio's waarvan wij vermoeden op dit moment dat ze toch een heel belangrijke rol spelen bij die tinnitus. Maar dus opnieuw, het specifieke protocol dat wij hebben onderzocht, kunnen we momenteel niet aanbieden of niet aanraden als algemene behandeling. Maar dat wordt dan nog verder onderzocht? Zit er Absoluut. Wel toekomst in, denk je? Ik denk dat het nog te vroeg is om te zeggen van we gooien het helemaal weg. Het is nog altijd wel een onderzoeksrichting waarvan wij denken dat er wel nog iets in zit. Omdat we ook steeds meer informatie krijgen over
wat nu precies die hersenactiviteit is. Hè? Wat betekent het nu om tinnitus te hebben? Het onderzoek daarin gaat steeds verder en we krijgen daar een steeds beter beeld van. Dus het is natuurlijk niet onlogisch om te denken van oké, als we dat voldoende vast hebben, als we dat voldoende begrijpen, dan moeten we dat toch ook wel kunnen moduleren van buitenaf. Ik denk een van de grote problemen momenteel is dat we zien dat er... Dus elke keer bij die studies rond hersenstimulatie is er zo'n verschil in hoe mensen daarop reageren. Bij sommige mensen neemt die tinnitus ontzettend af, maar er zijn ook heel veel mensen bij wie dat eigenlijk geen effect heeft. Sommige bij wie de tinnitus zelfs toeneemt nadien. Dus we zien eigenlijk een hele gamma aan responsen op die therapie. En we moeten dat veel beter begrijpen. We moeten onderzoek doen naar hoe dat komt. Maar we moeten ook, denk ik, die therapie zelf kunnen personaliseren, kunnen gaan individualiseren. We doen nu eigenlijk altijd hetzelfde bij iedereen. Maar ik heb al een aantal keer en u verteld dat het zo varieert van persoon tot persoon. Dus ik denk ook niet dat het heel veel zin heeft om gewoon hetzelfde te doen bij iedereen. Maar eer we die stap kunnen zetten, hebben we nog wel heel wat meer fundamenteel onderzoek nodig om te begrijpen wat we nu precies aan het zoeken zijn in die hersenen. Hè, dat blijft natuurlijk moeilijk. En waar we ons het best kunnen oprichten met die therapie. Denk je dan dat er subtypes te maken zijn in tinnitus? Ik zag bijvoorbeeld ook mannen en vrouwen dat die ook anders reageerden op die hersenstimulatie. Zou het kunnen dat je verschillende groepen van patiënten kunt maken waarvoor een andere behandeling het meest effectief is? Absoluut, daar zijn wij wel van overtuigd. Ik denk niet dat het realistisch is om te denken dat we ooit met een behandeling zullen komen die voor iedereen met tinnitus werkt. Gewoon omdat we daar zo'n enorme variatie in zien. Er is een hele tijd al wel wat onderzoek rond verschillende subtypes binnen die tinnitus. Ik heb het gevoel dat we daar als onderzoeksdomein een beetje van aan het weg evolueren zijn richting... Het zit allemaal een beetje op een spectrum. Het is niet zo dat we mensen kunnen oppakken en kunnen zeggen je hebt dit type en je hebt dat type tinnitus. Het is meer zo dat er sommige aspecten zullen belangrijker zijn voor de ene en minder belangrijk voor de andere. Bijvoorbeeld, ik denk nu maar, heel belangrijk, sommige mensen hebben objectieve tinnitus. Dat komt niet zo heel vaak voor. Maar dat wil eigenlijk zeggen dat er wel degelijk ergens in je lichaam een oorzaak is van het geluid. Dat kan bijvoorbeeld gaan over iets dat te maken heeft met de doorbloeding, waarbij dat je dan typisch eigenlijk je eigen hart wat hoort bonzen de hele tijd. Dat is natuurlijk een heel ander subtype van tinnitus, want als je aan die onderliggende oorzaak iets kan doen, dan kan je ook de tinnitus wegnemen of toch zeker verminderen. Een ander subtype van tinnitus is mensen bij wie dat we zien dat de tinnitus heel sterk gelinkt is aan nekklachten of kaakklachten. Dat komt bij best veel mensen voor. Dat is eigenlijk een fenomeen dat een beetje onderbelicht is. Maar we zien dat bij sommige mensen, dat die bijvoorbeeld dat die tinnitus en die nek- of die kaakklachten, dat die op hetzelfde moment zijn ontstaan. En dat dat ook eigenlijk samen een beetje varieert. Hè. Als het ene erger wordt, wordt het andere ook erger. Die mensen zijn vaak gebaat bij een vorm van kinesiotherapie, waardoor dan niet alleen hun nek- of kaakklachten, maar ook hun tinnitus zal verminderen. Dus opnieuw proberen we eigenlijk een beetje te zoeken naar welke factoren zijn er voor u het belangrijkste en hoe kunnen we daar zo goed mogelijk op inzetten in een therapie. En een laatste voorbeeld dat ik daar misschien nog van wil aanhalen, is mensen bij wie er effectief wel gehoorverlies is. Ik zei het daarnet al, er is toch een belangrijke link tussen de twee. We zien dat als je het gehoorverlies toch gaat aanpakken met de hoorapparaten, of zelfs in het geval van zeer ernstig gehoorverlies met cochleaire implantaten, dat dat heel vaak ook een heel positief effect heeft op de tinnitus. Dus gewoon door het terug binnenhalen van het omgevingsgeluid, wat dan moeilijker is gegaan zonder die hoorapparaten of die andere hulpmiddelen, neem je voor een stuk die tinnitus ook al weg. Dus eigenlijk is het elke keer als er iemand binnenkomt, de hele puzzel maken, kijken van welke factoren zijn er voor jou belangrijk, welke factoren zullen de tinnitus verergeren of uitlokken, en daar zoveel mogelijk op proberen inzetten in de behandeling. Dus als patiënt, als je bij de huisarts komt in verband met tinnitus, is het wel goed om ineens alles te vertellen wat er ook maar aan andere klachten zouden kunnen zijn? Absoluut, ja. Ja, ik denk inderdaad vooral die link met die nek- of die kaakklachten, dat is iets waar niet zo heel veel mensen van op de hoogte zijn. Maar het kan je dan wel helpen in de behandeling daarvan. Nu, helaas horen we soms van mensen die hier in ons gespecialiseerd centrum aankomen, dat zij hebben te horen gekregen van een andere hulpverlener. Leer er maar mee leven, want er is niets mee te doen. Dat horen we natuurlijk niet graag. Dat is nu veel minder dan vroeger, gelukkig. Maar soms zijn mensen natuurlijk ook niet op de hoogte van alle
ja, alle verschillende zaken die daar een impact op kunnen hebben, die daar een rol in kunnen spelen. Dus als je je toch echt zorgen maakt en je denkt van ik heb het gevoel dat het hier nog niet tot op de bodem is uitgezocht, dan lijkt het mij geen slecht idee om toch eens naar een meer gespecialiseerd centrum op zoek te gaan. En bij welke specialist, arts, moet je terecht als je tinnitus hebt? Is dat dan een neus-keel-oorarts? Ja, eigenlijk is dat het domein van de neus-keel-oorartsen. Nu hier in Antwerpen hebben we eigenlijk een heel team dat gespecialiseerd is in tinnitus. En dat zijn absoluut niet alleen neus-keel-oorartsen, daar zijn ook audiologen bij. Maar bijvoorbeeld dus ook kinesitherapeuten, vanwege die link met de nek- en de kaakklachten. Ja, neurochirurgen, een heel team van mensen met verschillende achtergronden. Omdat we ook gewoon zien dat al die verschillende factoren belangrijk kunnen zijn. Denk je dat we ooit tinnitus zullen kunnen genezen? Ik kan op twee manieren op die vraag antwoorden. Als onderzoeker, met een gouden onderzoeksbril op en een beetje realistischer, denk ik. Als onderzoeker blijft dat natuurlijk een beetje de heilige graal. Het is wel belangrijk om iets te hebben waar dat je naar kan streven in dat onderzoek. Er wordt al heel lang eigenlijk gezocht naar... Ja, die precieze patronen van hersenactiviteit bijvoorbeeld, die echt aan de basis liggen, we maken daar ook wel vooruitgang in. En natuurlijk is het heel aanlokkelijk om te denken van ooit gaan we dat helemaal ontcijferd hebben, ooit gaan we dat mysterie helemaal hebben opgelost, en dan gaan we weten wat we precies moeten doen. Het is belangrijk om dat in het achterhoofd te houden, om het onderzoek te doen vooruitgaan. Maar ik denk als we realistisch zijn, dat we nooit één oorzaak zullen vinden die we dan kunnen gebruiken als aanknopingspunt voor een genezing, omdat er net zoveel variatie is. Er wordt trouwens ook al wel heel lang gezocht naar die ene mythische onderliggende oorzaak, maar we hebben die tot nu toe zeker nog niet gevonden. Maar ik denk dat het belangrijk is om voldoende realistisch te zijn en ook ons vooral te focussen op de impact van die tinnitus. Dus het genezen, dat is momenteel niet mogelijk. We kunnen de tinnitus niet wegnemen. Maar ik denk ook niet dat dat is waar de meeste mensen naar op zoek zijn. Als zij echt aangeven van, kijk, door die tinnitus kan ik eigenlijk niet meer mijn normale leven leiden zoals ik het zou willen. Dan is het in eerste instantie gewoon belangrijk dat we die impact van die tinnitus kunnen verminderen. Daar hebben we al wel wat manieren voor, maar er is zeker nog ruimte voor verbetering. Daar zijn we ons ook van bewust. Maar ja, op die manier mogen we ons natuurlijk niet te veel focussen op dat mythische eindpunt, zal ik zeggen. Er zijn al best veel pogingen gedaan, ook bijvoorbeeld vanuit... De invalshoek van geneesmiddelen, daar hebben we het nu niet over gehad. Er zijn al heel veel onderzoeken gebeurd, maar we hebben nog nooit die heilige graal gevonden. Dat pilletje waarmee dat we de tinnitus kunnen doen stoppen. Heel veel mensen zouden het natuurlijk heel graag hebben dat we dat plots vinden. Ja, je zou denken, omdat tinnitus zijn eigenlijk volgens mij een soort auditieve hallucinaties. Daar maken we een belangrijk onderscheid tussen tinnitus en auditieve hallucinaties. Bij auditieve hallucinaties gaat het echt over geluiden die een bepaalde betekenis hebben, zoals bijvoorbeeld stemmen of muziek of zo. Dan spreken we eigenlijk niet meer van tinnitus. Ja, het is heel verleidelijk om te denken, als we maar diep genoeg in de hersenen graven bijvoorbeeld, dan gaan we daar iets kunnen uithalen wat helemaal correspondeert met de tinnitus, en dan hebben we het gevonden. We doen daar hard ons best voor en we zetten daar ook wel stappen in de juiste richting. Het is bijvoorbeeld tijdens mijn doctoraat, het is ons voor de eerste keer gelukt om echt objectief op basis van bepaalde hersenmetingen een onderscheid te maken tussen hersenen van mensen met tinnitus en mensen zonder tinnitus. Dat was een belangrijke stap. Maar dan nog zien we die onderliggende variatie daarin. En moeten we daar toch wel realistisch in blijven. Oké, dankjewel voor alle uitleg, Emily. Ik denk dat ik vooral onthoud dat als je tinnitus hebt, dat je best snel naar de dokter gaat als je je daar zorgen in maakt. Absoluut, dat je ook eens moet nadenken of je geen nekklachten hebt. Ja. En dat je vooral niet te veel angst en stress mag hebben, want dan wordt het alleen maar veel erger. Ja. Al is dat laatste natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Ja, zeker. Dankjewel. En jij, luisteraar, bedankt om te luisteren naar Vraag het aan, de podcast van EOS Wetenschap. Wil je graag op de hoogte blijven van de volgende afleveringen? Volg Vraag het aan op Spotify of in je podcast-app. Of schrijf je in op onze nieuwsbrief via www.eoswetenschap.eu.